Mijn naam is Arno Hooghuizen en bij Lendend ben ik verantwoordelijk voor het product. Bij Lendend is het dan belangrijk dat we kijken naar hoe zit het met de impact, hoe zit het met de rente, maar ook hoe zit het met het risico. Die drie die moeten met elkaar in balans zijn, waarbij Lendend zich natuurlijk vooral onderscheidt op het impactgedeelte. Maar het product is niet alleen ons investeringsproduct, het is ook onze website en het platform waar je de investering zelf afhandelt. AutoInvest, waar we hier vandaag voor zitten, dat is typisch zo'n onderdeel van het platform wat het investeren nog makkelijker maakt. Bij AutoInvest vertel jij ons, net als bij het doen van een normale investering nog steeds, precies waar je in wil investeren en het systeem doet de rest. De reden waarom we met de ontwikkeling van AutoInvest zijn begonnen is eigenlijk heel simpel. De afgelopen jaren kregen we steeds vaker feedback van onze crowdfunders dat om een goede spreiding te realiseren, dat er toch ook best wel wat werk en tijd in gaat zitten. Met dat probleem zijn we aan de slag gegaan en zo hebben we eigenlijk het concept van AutoInvest ontwikkeld. AutoInvest zorgt er namelijk voor dat zodra er een terugbetaling op je wallet, zoals we dat dan noemen, verschijnt, dat we die direct opnieuw investeren in het liefst zoveel mogelijk projecten die voldoen aan jouw voorkeuren. En daarmee nemen we je dus één het werk uit handen, maar twee zorgen we ook dat die spreiding goed op orde is. Ik ben Jan Mette van der Meer. Ik ben softwareontwikkelaar bij Lendend. En in die rol bouw ik aan de website van Lendend. Dus ik zorg dat die technisch werkt en dat er steeds nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Een van die functionaliteiten waar ik de laatste tijd aan gewerkt heb, was AutoInvest. Met de AutoInvest hoef je niet meer, als er terugbetalingen zijn, in te loggen in het systeem van Lendend om te kijken dat je geld terug hebt gekregen en dat weer te verdelen over nieuwe projecten. Dat is iets wat AutoInvest van je over kan nemen, die dan als er geld terugkomt op je wallet, dat weer gaat verdelen over de dan beschikbare projecten met de instellingen die je zelf hebt gekozen. AutoInvest is zo gemaakt dat binnen de beschikbare projecten het geld wat er op je wallet staat verdeeld wordt over zoveel mogelijk projecten. Je kan AutoInvest aanzetten door een nieuwe keuze in het menu. En als je daarop klikt, dan kom je op een pagina met AutoInvest instellingen. Bovenaan zit een knop waarmee je het aan- en uitzet. En daaronder zitten de instellingen die je voor project kunt gebruiken. En daarbij kan je wel zelf instellen welke projecten dat zijn. Door bijvoorbeeld projectvoorkeuren zoals maximum rentepercentage, minimum kredietscore, welke valuta je wil investeren. Welk type investering? Voor AutoInvest zijn voor investeerders geen kosten. AutoInvest heeft geen invloed op de bestaande investeringen. Die blijven gewoon staan. Ik heb het zelf ook aangezet. En voor mij het belangrijkste voorkeur die ik heb ingesteld is de valuta. Die heb ik op euro's ingesteld. En dat heb ik gedaan omdat ik met andere investeringen al voldoende in dollars investeerde. AutoInvest is op dezelfde manier beveiligd als gewone investeringen. We gebruiken binnen Lendend een raamwerk voor de beveiliging van gegevens. En dat is gebaseerd op ISO 27001. En daarbinnen gebruiken we weer andere standaarden die we gebruiken bij het ontwikkelen van de software. En wat we ook doen bijvoorbeeld is wekelijks de onderliggende software updaten. En als het nodig is, doen we dat zelfs vaker. Zoals alles bij Lendend ontwikkelen we ook AutoInvest samen met jou, de investeerder / de crowdfunder. Dus mocht je met AutoInvest aan de slag gaan en na een tijdje merken van ik denk dat er nogal wat verbetering mogelijk is, maar ook als je merkt dat er dingen zijn die je tegenhouden om AutoInvest aan te zetten, laat het ons weten. Ja.